De niet-residerende ambassadeurs van Spanje, Pakistan, Duitsland en Nigeria hebben woensdag hun geloofsbrieven aangeboden aan president Desi Bouterse. Met uitzondering van Pakistan hebben allen als standplaats Port of Spain Trinidad. Gisteren was het de beurt aan de ambassadeur Juka Pietkainen van Finland om zijn geloofsbrieven aan het staatshoofd aan te bieden. De plechtigheden werden gehouden op het presidentieel paleis in bijzijn van minister Ildis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken. De rode draad bij de aanbieding van de geloofsbrieven was de goede bilaterale band die Suriname heeft met deze bevriende naties. De Spaanse ambassadeur Javier Maria Corbayosa Sánchez gaf aan te hebben gekeken naar de agrarische sector en toerisme. Deze zijn projecten die gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Met zijn collega van Pakistan, Nayib Yus Saib, met als standplaats Brazilië, is er van gedachten gewisseld over de handel. Pakistan kan ook de nodige technische assistentie verlenen op het gebied van irrigatietechnieken. De Duitse diplomaat Holger Michael bracht waardering uit over de wijze waarop Suriname tracht het regenwoud te beschermen. Duitsland kan op dit stuk. ...en bij het bestrijden van de effecten van klimaatsverandering op Suriname een bijdrage leveren. Suriname kan in de samenwerking met Nigeria rekenen op versterking van de bilaterale relatie... ...zei ambassadeur al Hassan Yika Ardo. Beide landen hebben veel gemeen. De ambassadeur ziet onder meer mogelijkheden in de agrarische sector en de mijnbouw.